En ze hebben hier een linkerhuis en hier een rechterhuis en daartussen twee poortjes. En heel veel huizen hadden dus één poortje op zijn minst tussen de huizen. Maar zo'n dubbele poort, dat bleek dus eigenlijk heel zeldzaam te zijn. Oh, okay. En dat is ja, ook waar Frans uiteindelijk door Vlamingstraat 42 is gekomen. En dat, nou ja, dat valt dus hier ook te ontdekken. Dus ja, je kan gewoon willekeurig scherp aantoetsen en dan kan je dus zeggen van nou, doet u mij maar de theorie Slavische straat 22. En dat is toch een ander adres. En dan kun je dus ook swipen. Dus je kunt zeg maar zien dus de locatie ten tijde van de theorie. Dus deze theorie was uit 1960. Dus heb je een foto uit 1960 van het pand. En dan kun je zien hoe het er nu uitziet. En soms is het nog hetzelfde en soms is het ook alweer veranderd. En nou ja, dan kun je dus als bezoeker gewoon verder gaan en dan krijg je wat over de theorie en dus de bewijsstukken. Dus dan kun je echt helemaal in verplaatsen. Bijvoorbeeld voor deze meneer was er een tabaksdoos heel erg belangrijk waarop dus een ouder pand stond afgebeeld op de locatie. Dus een herberg uit de 18e eeuw dat ook net als het straatje maar één verdieping had en een schuin dak en alles. Nou goed, hier wordt dan verder uit de doeken gedaan